Hallo mensen, leuk dat jullie op deze video hebben geklikt. Ben jij hier vandaag voor het eerst, dan zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Dirk en in deze video kun je leuke bodemvondsten verwachten die ik met de metaaldetector heb gedaan. Ook heb ik een zilveren vondst gedaan en daar stonden een viertal stempels in. Ja, ik kon er helaas niet helemaal uitkomen waar dit allemaal voor stond, dus heb ik een e-mail gestuurd naar het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. En deze mensen zijn zo vriendelijk geweest om mij te helpen determineren. En die hebben hele leuke informatie doen toekomen. Dus hartstikke bedankt. En ook Daan, jij bedankt voor je moeite en tijd die je hierin hebt gestoken. Het is toch weer wat wijzer geworden ook. Maar goed, ga lekker achterover zitten. Kijk en geniet. Hier komt ie. Vandaag ben ik even alleen aan het zoeken. En ik was al een tijdje bezig. Maar nu haal ik echt mijn eerste leuke vondst er eigenlijk pas uit. Ja, ik had wat zegelloogjes en zo. Maar dit is echt weer. Moet je eens kijken. 25 cent Wilhelmina 1911. Prachtig komt hij eruit, zeg. Daar hoef ik niet eens wat aan te doen. Ja, mijn dag is alweer goed. Ik kan stoppen, maar dat doe ik nog niet. Ja, toppie. Leuk, leuk, leuk. Ja, ik heb mijn tweede leuke vondst. Tenminste, hij is mooi versierd. Het is van tin, maar het lijkt wel een doosje. En we zitten toch vlak bij het water, dus we gaan hem ook even afspoelen. Kijk maar eens eventjes. Je ziet al allemaal versiering erop. Dan lopen we nu even naar het water. En dan gaan we hem eventjes spoelen. En dan even kijken wat eruit komt. Kijk. Wat is het geweest? Een soort bakje, doosje. Het ziet er wel geinig uit. Ondanks dat hij stuk is. Ja. Grappig. Grappige vondst. Ik ben weer op een bijzondere vondst gestuurd. Maar het lijkt wel alsof er zilvermerkjes in staat. Maar dat het een soort naaigerij is of zo. Kijk, dus je zou zeggen dat het een naald is. Of dat je er een draad doorheen kan halen. Maar er staan ook allemaal merken in. BVL, meen ik te lezen. En nog wat andere figuurtjes erin gedrukt. Ik denk dat het zilvermerken zijn. Dat moet. Ja, bijzonder, joh. In de 18e en 19e eeuw droegen vrouwen om hun taille een rijglijfje, een soort korset. De rijgnaald werd gebruikt om het rijglijfje dicht te rijgen. In sommige streken was de naald tevens een onderdeel van de dracht. Zo was het in hinderlopen de gewoonte de rijgnaald tussen de koorden van het rijglijf te dragen. De ongehuwde vrouw droeg de rijgnaald links en de gehuwde vrouw aan haar rechterzijde. Ook werden rijgnaalden gebruikt bij het doorhalen van bandjes of koordjes van korsetten en andere kledingstukken. Vaak is het einde van zo'n naald voorzien van een oorlepeltje. Apart, joh. Wat grappig. Maar er zit niet echt meer een scherp punt aan en er zit een beetje een hoekje om. Ja, ik ben er helemaal niet thuis in die spullen. Nou ja, ik ben benieuwd. Goed, ik hou ermee op voor vandaag. In totaal heb ik 4 uurtjes gezocht en ik zal jullie even laten zien wat ik in deze 4 uur heb gevonden. Laten we maar bij de mooie spulletjes beginnen. Ja, dit is denk ik toch ook zilver. En een mooi kwartje van Wilhelmina, 1911. Ja, 2 duitjes denk ik, of misschien is het zelfs guldengeld, een stuiver. Hier alle tin, dus allemaal tinnen lepels, achterkantjes. Dit stukje weet ik ook niet, het is ook van tin, maar er zitten een paar groefjes in. Kan ik nog niet thuis brengen, maar goed. En het leuke bakje, ja, hier zit wel een mooie versiering op, dus ook leuk. Ja, een paar pijpensteeltjes, pijpenkop gevonden, een beetje aardewerk. Scharniertje, sleuteltje, stukje lood. En hier alle zegelloodjes.
Waarvan leuke is dat deze nog heel is. En ik zie een Nederlandse leeuw. En aan de achterkant, of tenminste hier staat accijns. Dus dat is een accijnsloodje. Grappig. En deze, GG. Nou, is dat gekke Gerrit? Dit ook nog een mooie. Dus dat zijn ook toch wel weer leuke loodjes. En dit is alle bende. Dus dat gaat zo lekker hier in deze emmer. En dat ga ik ooit weer een keertje inleveren bij de oud-ijzerboer. Hup. Zo. Dus weer netjes opgeruimd. Nou, al met al toch leuk. 2 keer zilver. Ja, ik heb hem weer vermaakt. Lekker frisse neus gehaald. Lekker er weer uit geweest. Ik ben in ieder geval blij met het zilver. Dat zijn leuke dingen. Of vind ik het wel een geslaagde dag. Dan bedank ik jullie weer voor het kijken. En dan zie ik jullie snel bij de volgende keer. Yes!